die wil ik met jullie vandaag delen. In afwachting op de telelink met Sheikh Al-Budayan. We hebben het gehad over de laatste dag. Het geloof in de laatste dag. Wat betekent dat? Wat houdt het in? En we hebben gezegd dat daaronder ook valt de fitna van Al-Qabr, het graf. Fitnatu al-Qabri. En ook adab al-Qabr, de kwelling in het graf. Praat je over twee dingen. De fitna in het graf. En adab al-Qabr, de kwelling in het graf. En sunnah wal-jama'a geloven dat een mens wordt beproefd in het graf. En die fitna, die beproeving, dat houdt in dat die ondervraagd wordt. En dat die drie vragen krijgt. De eerste vraag is, wie is jouw heer? Mijn rabbok. En de tweede vraag is, madinuk. Wat is jouw religie? En de derde vraag is, mada taqulu fi rajuli alladhi bu'itha fikum? Wat zeg je over de man die naar jullie is gezonden? Een gelovige krijgt standvastigheid van Allah Ta'ala. En geeft juist antwoorden. Hij zegt, Rabbi Allah, mijn Heer, dat is Allah. En dini al-Islam, en mijn religie, dat is de Islam. En de man die naar ons is gezonden, dat is Mohammed ibn Abdullah, dat is de profeet van Allah. En hij, vanaf dat moment, hij of zij, als ik praat over hij, valt natuurlijk ook zij daaronder. Vanaf dat moment is hij aan het genieten. In afwachting tot de allergrootste, absolute genieting in het paradijs. Een ongelovige, of een heugelaar, het geldt jammer, waarschijnlijk jammer genoeg, zoals heel veel geleerden hebben gezegd, voor de meeste moslims, die van huis uit moslims zijn, maar niet overtuigd moslims zijn, dus waarvan het geloof niet gebaseerd is op overtuiging en kennis, maar alleen maar op traditie, het geloof van voorouders, tegen wie, wanneer je zegt, volg datgene wat Allah Ta'ala heeft geopenbaard, dan zeggen ze, ja maar, wij volgen onze voorouders, maar onze voorouders hebben het altijd zo gedaan, mijn vader heeft het altijd zo gedaan, mijn imam die doet het zo, mijn sheikh die zegt dat het zo moet. Dat zijn dus moslims die eigenlijk niet overtuigd moslims zijn, maar gewoon van huis uit moslims zijn, wat de geleerden Muslimat al-Diyar noemen. Muslimat al-Diyar betekent van huis uit moslim. Je wordt geboren in een islamitisch gezin. Je groeit op in dat gezin. En je borduurt gewoon voort. Je doet geen kennis op. Blijf wie je bent. Alles wat je gelooft is gebaseerd op de traditie van je ouders. Enzovoort. En een ander soort moslims, dat zijn de overtuigende moslims. Ja, wat de ulama muslimatul ikhtiyar noemen. Dat zijn moslims die bewust en vrijwillig voor de islam hebben gekozen. Die zijn overtuigd dat de islam de waarheid is. Hun islam is gebaseerd op kennis. En overtuiging. Nou, jammer genoeg heb ik heel veel geleden gezegd. De meeste moslims behoren tot die groep die wanneer zij die drie vragen krijgen. Zullen zeggen, ja we hoorden de mensen wat zeggen. En we zeiden ook maar wat. Dat is Allah salam wa al-afiyya. Zijn dus wel de verliezers. En zorg ervoor dat je niet erbij, dat je niet bij hen hoort. Dat zijn de drie vragen. We hebben ook gezien dat
mensen in het graf te maken hebben met genieting of kwelling. Er zijn erbij die vooral die de fitna van qabr, maar vooral de kwelling van qabr ontkennen. En daarvoor hebben ze een aantal shubuhat. Weet jullie wat shubuhat zijn? Wat het woord shubuhat? Is het een meervoud of een enkelvoud? Meervoud. En wat is het enkelvoud? Shubha. Ja, dus shubha, shubuhat. Shubha is enkelvoud, shubuhat, meervoud. Wat betekent shubuhat? Dat betekent zaken die onduidelijk zijn. Misvattingen, maar vooral zaken die onduidelijk zijn. En dat deze mensen hebben zulke shubuhat. En een van de shubuhat die er zijn, is dat zij beweren dat het onmogelijk is. Ze beweren dat het onmogelijk is dat een mens in het graf geniet of gekweld wordt. Omdat het tegenstrijdig is, zeggen zij, met de werkelijkheid. Nou, wat is die werkelijkheid volgens hen? Wat zij als werkelijkheid zien? En wat eigenlijk een shubha is? Maar dat zij zien dat als werkelijkheid. Dat is niets anders dan een shubha. Zij zien het als een sterk argument. Maar het is niets anders dan een spinnenweb. Zo zwak is dat. Nou, wat is volgens hen die werkelijkheid? Zij zeggen, want zeggen zij, als wij het graf openmaken, dan vinden wij hen dus het graf onveranderd. En dat klopt. Als je het graf openmaakt, nou, dan kun je niet zien of het graf uitgestrekt is of vernauwd. Je ziet niets aan het graf. Je ziet dat het graf onveranderd is gebleven. Maar deze bewering, beste mensen, is onjuist. Is gewoon een shubha. Zo zwak als een spinnenweb. En waarom? Om de volgende redenen. Want deze bewering is tegenstrijdig met de openbaring, maar ook met al-his in het Arabisch, oftewel waarneming. Nou, hoe is dat dan? Nou, als het gaat om de openbaring, dat weten we. Want de openbaring, zoals wij gezien hebben, heeft melding gemaakt van het feit dat mensen in hun graf beproefd worden. En dat mensen in hun graf of genieten of gekweld worden. Wal'ayyadu billah. En als het gaat om al-his, de waarneming, dan kunnen we het volgende stellen. Is het niet zo dat iemand bijvoorbeeld die slaapt, een slapende, in zijn droom, en waarschijnlijk als ik klaar ben, dan komt het voor de meeste van jullie allemaal bekend voor, of voor ieder van jullie. Ja, soms droomt iemand. Nou, soms zie je jezelf bijvoorbeeld ergens op een plek die je van tevoren nooit heeft gezien. En die plek is prachtig. Het is heel mooi. En je geniet. Je ziet jezelf genieten gewoon. In een onbeschrijfelijke genieting. De plek is zeer open. Zeer ruim. Groen. En dat is alles wat eigenlijk een neps begeert. Omgekeerd zie je soms zelf in de droom in een benarde positie. Angstige plaatsen. Wordt dan gekweld door angstige
verschijningen. Dat zijn nachtmerries, dat zijn duivels. En je voelt je zeer benauwd. En alsof je op plekken bevindt die zeer vernauwd zijn. Klopt dat of niet? Komt dat jullie allemaal bekend voor? Nou, dat maakt zo'n slapende allemaal mee. Hij kan soms vliegen. Hij zweeft. Soms kan die iedereen aan. De allervreselijkste duivel in zijn droom kan die aan. Maar soms wordt hij achtervolgd. En, als het ware, verjaagd door de duivels. Hij komt op afgronden te staan. En soms ziet hij dat hij zelfs wordt geduwd. En dan in één keer schrikt hij wakker. Dat maakt je allemaal mee. Maar waar ben je? Je slaapt. In je bed. Onder dekens. En als je getrouwd bent, je partner slaapt naast je. Merkt je partner er iets van? Nee. En je maakt het allemaal mee. Je partner kan er af en toe wel wat van merken. Dat je in je droom echt, want je maakt het echt mee. Dat je in je droom een soort gevecht voert. En schreeuwt. Je maakt het gewoon mee. Nou, beste mensen, als dat in een droom mogelijk is, wat denk je dan van het graf? Dat dan niet mogelijk is. Dat de ziel dat allemaal meemaakt. Want de ziel is leven. De dood van de ziel, de aardse dood, betekent dat de ziel op dat moment het lichaam verlaat. Maar de ziel leeft voort. En de ziel maakt dat soort dingen mee. Of geniet. Of gekweld. Wal'ayyadu billah. Dus deze bewering van deze zogenaamde grote denkers, waarvan zij vinden dat dat sterk argumenten zijn om de kwelling of de genieting van in het graf te ontkennen, is dus onjuist. Ook volgens datgene, of de ervaring, volgens de waarneming, volgens datgene wat ieder mens kent en meemaakt. Dus laat je niet misleiden. En het slapen, beste broeders en zusters, het slapen is de broer van de dood. Het is gewoon de broer van de dood. Daarom heeft Allah Ta'ala hem ook dood genoemd. Allah Ta'ala zegt in de Koran: Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Surat az-Zumar vers 42. Heel duidelijk. De betekenis van het vers is als volgt: Allah neemt de zielen weg op de tijd van hun dood. Dat betekent, hij zegt, en in hun slaap. Dus Allah Ta'ala neemt de zielen weg op de tijd van de dood. En dat is in het Arabisch al-wafat al-kubra. Wordt al-wafat al-kubra genoemd. En in hun slaap. Dus hij neemt ook de zielen in hun slaap. En dat is in het Arabisch al-wafat al-sughra. Je zou kunnen zeggen de grote wafa en de kleine wafa. Wafat al-kubra, dat is de dood.
als je tijd die Allah Ta'ala voor je bepaald heeft gekomen is om te sterven, dan wordt je ziel helemaal weggenomen uit je lichaam. Maar als je tijd niet gekomen is, dan wordt je ziel tijdens het slapen weggenomen. Allah Ta'ala houdt de zielen, wiens tijd, is dat wiens of weer? Wiens tijd gekomen is, bij zich. En hij laat de andere zielen, wiens tijd nog niet gekomen is, terugkeren naar hun lichamen. Heel duidelijk. En wat voor betreft de reden, dus de logica, kunnen we stellen, degene die slaapt, ziet soms ook een droom, die gewoon uitkomt. Hoe vaak heeft een van jullie, of in ieder geval hebben jullie gehoord, waarschijnlijk wel eens gehoord van mensen die zeggen, ja, maar ik heb een droom gezien en het is uitgekomen zoals ik die droom heb gezien. Of die persoon heeft een droom gezien, toen hij vertelt, het is uitgekomen zoals hij of zij gedroomd heeft. Oh, hoe kan ik dat verklaren? En misschien ziet zo iemand, hij of zij, misschien ziet hij de Rasool sallallahu alaihi wa sallam in zijn droom. In zijn echte hoedanigheid. Hij ziet hem gewoon zoals hij is. En als je de Rasool sallallahu alaihi wa sallam ziet in je droom zoals hij is, dan heb je hem echt gezien. Waarom? Want de duivel, die komt nooit in de gedaante van, in de echte gedaante van de Rasool sallallahu alaihi wa sallam. De duivel komt wel in andere gedaante. En hij laat mensen. Hij misleidt mensen. Doet alsof hij profeet is. Maar dat is hij niet. Maar dan is hij in een andere gedaante. Maar de duivel verschijnt nooit. Mag ook nooit verschijnen. In de gedaante van. In de echte gedaante van Rasool sallallahu alaihi wasallam. Dus als je hem kent. Vanuit de sira. Je kent de sira. Je kent Rasool sallallahu alaihi wasallam. Als je hem dan ziet. In je droom, dan heb je hem echt gezien. Ja, ondanks het feit dat degene die dat ziet, ja, die slaapt gewoon. Hij ligt gewoon te slapen in zijn bed, nogmaals. Nou wel, als dat mogelijk is, beste mensen, in het aards leven, is het dan niet mogelijk in het barzig leven? Gewoon logisch nadenken. Als dat mogelijk is. In het aards leven. Is het dan niet mogelijk in het barzig leven? Waarbij de ziel. De overhand heeft over het lichaam. Want hier is er sprake van het feit dat je ziel dat soort dingen meemaakt. Je lichaam. Die ligt gewoon daar. Maar jouw ziel. Die treedt gedeeltelijk uit je lichaam. En hij maakt dat soort dingen mee. En hier op aarde, de ziel heeft geen overhand over het lichaam. Wat denk je dan van, in een toestand, dat is het barzachleven. Weet jullie wat barzachleven is? Ja, inderdaad. Wat betekent het woord barzach? Arabisch woord barzach, letterlijk? Scheiding. Dus dat is een periode die het aardsleven scheidt van het hernama. Ik moet zeggen, de wederopstanding. Want het hernama's begint eigenlijk al met de dood. Ja, dus een periode die het aardsleven scheidt van de wederopstanding. Dat heet Hayat al-Barzakh in het Arabisch. Barzakh leven. En daarin heeft de ziel de overhand. Nou, als wij dat soort dingen meemaken, zoals we nu zijn, is het dan niet mogelijk dat de ziel in het barzakh leven dat soort dingen meemaakt, of geniet, of gekweld wordt? De gezonde
reden, het gezonde verstand zegt heel eenvoudig, heel simpel, dat is meer dan mogelijk. Maar iemand met een ziek verstand, iemand die vol zit met shubuhat, ja, die twijfelt. En het probleem ligt niet. Het probleem ligt bij hem. En niet ergens anders. Want als de zon schijnt, laten we zeggen in een zomerse, heldere dag, midden in de hemel, en een blinde ziet die zon niet. Waar ligt dan het probleem dan? Waar ligt dan het probleem? Niet aan de zon, maar aan die blinde. Zo is het ook bij zulke afgedwaalden. En zo is het ook bij ieder afgedwaalde die de waarheid niet ziet. Het probleem ligt niet in de waarheid, maar het probleem ligt hier, in het verstand. Zoals Sheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala heeft gezegd, ooit, men zei aan hem, het duidelijk maken van de dwalingen van de dwalers. Men zei tegen hem, ja maar Sheikh, ze zeggen dat als je dat doet, ja dat leidt tot fitna. Een kreet wat je vaak hoort, of niet? Wat je ook vaak leest. Ja, maar die Salafis, die zij Talafi noemen, la'iyadu billah. Ja, die zorgen voor veel fitna. Ze praten alleen maar over die en die en die. Nou, dat doen wij niet. Dat zien jullie wel. Want jullie komen vaker hier en jullie weten inmiddels dat wij dat niet doen. Wij houden helemaal heel weinig met dat soort mensen bezig. Alleen als het echt nodig is. En als je ons, datgene wat wij doen, om hun dwalingen duidelijk te maken, met datgene wat zij doen om de waarheid te verduisteren vergelijkt, dan kom je ongeveer de 20-80% verhouding. 20% wat wij doen, daar tegenover staat meer dan 80% wat zij doen om de waarheid te verduisteren. En daarbij schuwen ze zelfs leugens niet. Duidelijke leugens. Maar als een geleerde of een student een of andere afdwaling van die dwaallichten duidelijk maakt, dan hoor je vaak van, is het nou de tijd om over dat soort dingen te praten? Is het nou de tijd om de umma te verdelen? Ja, misschien. Denk aan je hart, de umma is verdeeld. Door jou, door dat soort mensen zoals jou. Omdat jij niet ziet dat deze umma alleen de eenheid kan realiseren als ze allemaal vasthouden aan de waarheid. Omdat Allah ta'ala heeft gezegd via zijn profeet, inna Allah kafilali an la tajtami'a ummati ala dalala. Allah ta'ala heeft mij zekerheid gegeven dat mijn umma nooit één zal worden op dwaling. Dus als je echt de umma wil verenigen, laat die dwalingen dan. En kom naar de waarheid. En men zei toen tegen Sheikh Rabi', ja maar Sheikh, is het niet beter om dat niet te doen? Want ze zeggen dat dat leidt tot fitna. En hij zei, fitna borrelt in de hersens van deze mensen. Dat is het probleem. De fitna borrelt in hun hersens. Want wat is fitna in feite? Wat is fitna? Fitna is dat je anders handelt dan de Allah Ta'ala. En anders handelt dan zijn profeet. Dat is fitna zoals hij heeft gezegd. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Laat degene die anders handelen dan zijn bevel gewaarschuwd zijn dat hun een fitna zal treffen of een pijnlijke bestraffing.
Nou, dat is één. Ten tweede, een bewering. Wat ze dan baseren op het feit dat wanneer je het graf open maakt, dat hij dan onveranderd blijkt te zijn. Daarop zeggen wij ten eerste, het is niet toegestaan om wat in de openbaring is gekomen tegen te spreken door gissingen op dat soort beweringen. Want de openbaring, dat is de waarheid. De waarheid die afkomstig is van de alwetende, die de geheimen van de schepping kent. Maar menselijk denken, vooral als het gaat om zaken die over de werkelijkheid van het bestaan gaan, het zijn vaak gissingen. Het zijn vaak beweringen die niet op innige wetenschappelijk feiten gebaseerd, op gefundeerd zijn. Ten tweede, het leven van Barzach, dus het Barzachleven, behoort tot de zaken van verborgenheid, el ghaib. En hoe staat het ook weer met el ghaib? Wat zegt Allah Ta'ala daarover? De gelovigen geloven in el ghaib. Dat is ook een van die zaken die hen onderscheidt van de niet-gelovigen. Maar de niet-gelovigen geloven niet in el ghaib. En als het zo zijn, mocht het zo zijn, zoals deze mensen dus echt beweren, ja, dan zou het geloof in verborgenheid, in ghaib, niet veel nut meer hebben. Dus deze beweringen zijn duidelijk vals, onjuist. Ten derde, de genieting of de kwelling in het graf wordt alleen ervaren door de dode zelf. Door de dode zelf. En dat is hetzelfde als een slapende die in zijn dromen allerlei dingen meemaakt. Zoals ik heb gezegd. Terwijl degene die naast hem slaapt, daar niets van merkt. Zo is het ook in het graf. Wie maakt het mee? Wie ervaart, dat is degene die dood is. Die geniet of, wal'ayyadu billah, wordt gekweld. Ten vierde, een mens is beperkt in zijn kennis en in het omvatten van dingen. Mensen kunnen niet alles omvatten wat er is. En dat is een feit. Sterker nog, de natuurwetenschappers, hoe verder ze komen, des te meer dat ze aangeven datgene wat wij weten, vergeleken met datgene wat wij niet weten, dat is te vergelijken met een druppel uit de zee haalt. Geef ze steeds toe. En als we als moslim zijnde, geloven we natuurlijk dat alles wat in de hemelen is en op de aarde en wat daartussenin, dat Allah Ta'ala verheerlijkt. Allah Ta'ala prijst. Allah Ta'ala looft. Maar we begrijpen er niets van. We begrijpen er niets van. Zelfs de ongelovigen, of ze het willen
of niet? Zij zijn onderdanig aan Allah Ta'ala. Een voorbeeld. Je schaduw. Die met de zon mee beweegt. Jouw schaduw is bezig met de tasbih van Allah Ta'ala. Is bezig met de tasbih van Allah Ta'ala. Erkent de grootheid van Allah Ta'ala. De almachtigheid van Allah Ta'ala. En ik zeg tegen ieder ongelovige, tegen ieder atheïst, hou je schaduw dan tegen. Morgens, 's ochtends nu, als de zon schijnt, dan is de schaduw aan één kant. Maar tegen de avond is de schaduw aan de andere kant. Nou, als je denkt, als een ongelovige of een atheïst denkt dat God niet de schepping heeft geschapen, laat je dan zijn schaduw tot zijn schaduw. Nou, laat hij dan zelf bepalen wanneer het naar zijn schaduw naar, laten we zeggen, het oosten en wanneer de schaduw naar het oosten of westen gaat. Laat hij dat dan bepalen. Als iemand dan, ik krijg van mijn schaap. Nou, meer heb ik niet, dus. Misschien een tovenaar, dan geef je toch geen schaap. Toveren? Een tovenaar misschien, maar dan geef je toch geen schaap. Jawel, een tovenaar. Dat is een nep. Ja, want als een tovenaar dat beweert, dan gaan we daar naartoe. En dan beginnen we met reciteren van Ayat al-Kursi. En dan is het een toverkunst weg. Ja. Mooie verhalen. Sheikh Albani, rahmatullahi alayh. Hij kwam een keer bij een moskee. En daar was iemand in de moskee. Hij was aan het beweren dat hij behoort tot Awliyaullah en hij sprong. En Sheikh Albani wist meteen dat er sprake is van gewoon duivel. Sheikh Albani ging binnen, hij verrichtte twee rak'a's, hij deed dua, ging naar buiten en in een keer hoorde hij boom. De ambulance moest er aan komen om die man af te voeren. Ja, een van die ook prachtige verhalen, volgens mij is het in Shem-gebied in ieder geval, was in Syrië of Palestina, weet ik niet meer. Maar er was een man die beweerde echt dat hij gewoon alles kon doen en dingen kon waarnemen en zo. En er was een student, hij kreeg dat te horen, hij zei, neem mee, ik ga met jullie mee. En die student ging mee. En hij begon steeds tijdens dus zijn aanwezigheid reciteerde hij gewoon uit de kursie. En die man, hij kon niets meer verrichten. Hij werd wel steeds, kreeg het steeds warmer en warmer. Ging ook transpireren, zweten. En hij zei van, onder ons is iemand die, dat had je door, hè. Dus dat werkt niet. Ook een van de verhalen. Die verteld zijn door imam Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, was ergens een man, hè. Nou, die man, hij was bekend als een wali. Was gewoon bekend als een wali. En mensen, hij kreeg, het verhaal weet ik niet meer uit mijn hoofd, maar waarschijnlijk kreeg hij ook voedsel en zo, snoep en weet ik veel allemaal. De mensen, die dachten echt, die man is een wali, maar het was gewoon een monnik. Het was gewoon een monnik. De duivel die kwam naar hem, want de duivel wilde natuurlijk die mensen, die scharen, misleiden. Hij zei van, ik neem u mee naar al-Hajj, bedevaart. Dus ik vlieg met jou. Jij, ik pak je en ik vlieg. En je gaat gewoon vliegen. Zichtbaar, maar de duivel zie je natuurlijk niet. Je ziet alleen die man. Die man zweven, vliegen. En het was, dat heeft hij ook gedaan. Op een gegeven moment was hij boven. En toen zei hij uit verbazing.
La ilaha illallah. En pam, boom. Daar ging die. Dus dat werkt niet. En in Medina, een heel bekend verhaal, een paar jaar geleden zelfs, was daar in een flat. Daar kwamen op een gegeven moment, dat was een heel vreemde, in ieder geval verschijningen, kwam een groep van die Afrikaanse vrouwen, kwamen ze steeds daar bij een flat. Nou, de flatbewoners vonden dat verdacht. Dus zij lichten het comité van Amr bin Ma'ruf en Nahy anil Munkar, dat is het comité van het goede gebieden en het slechte verbieden, lichten ze gewoon in en ze gingen observeren. Ja, ze ontdekten vreemde dingen. Dus ze besloten uiteindelijk tot een inval in dat huis. En dat hebben ze ook gedaan. En plotseling, ze maakten de deur open. En daar stonden een stuk of 20 vrouwen om een vrouw heen die helemaal naakt was. Ze was hen gewoon tovenarij aan het leren. Op een gegeven moment, een heel natuurlijk vreemde verschijnsel. Zij uit verbazing wisten ze niet wat ze moesten doen. Maar de naakte vrouw vloog ineens. Ze vloog weg. Ineens was ze weg. En ze gingen haar achterna op zoeken via de trap. Toen kwamen ze een man tegen. Die meteen zei van, alsjeblieft help me. Er is een naakte vrouw in de kamer van mijn dochter terechtgekomen. Ja. Dus die mensen, die hadden natuurlijk wel door wat er aan de hand is. En ze haalden eerst een deken. Ze gingen daar en ze deden eerst de adhan. Toen was die vrouw verlamd. De duivel was weg natuurlijk. Als de duivel adhan hoort, is die weg. Toen was ze verlamd. Deed de deur open. Deken om haar. En ze werd gewoon meegevoerd. Dus ook al zou een tovenaar dat proberen, dat zal niet lukken. Dat heeft zelfs de grootste tovenaars niet gelukt toen zij het aan Musa alayhis salam uitdaagden. En het verhaal is bekend.